Dagelijks krijgen ze bij Schiphol de vraag of er rondleidingen zijn of dat mensen een kijkje mogen meenemen achter de schermen. Dat kon nooit, tot vandaag. Een bus voert de luchtvaartenthousiastelingen langs de onbekende plekken van de luchthaven. En even uitstappen mag niet en paspoort moet mee. Vanaf vandaag kom je dichter bij Schiphol dan ooit tevoren. Het is niet zomaar een rondleiding, het is echt een beleving. Schiphol Behind the Scenes heet de bustour. En hij rijdt langs allerlei locaties waar de gewone bezoeker niet kan komen. Nou, we zien de dingen die het meest spectaculair zijn. Dus je ziet de sneeuwvloot gaan we langs, de brandweer gaan we langs. We gaan bij de hangaars langs. Je rijdt vlak langs de vliegtuigen daar. Dat zijn de meest spectaculaire dingen. En daarnaast rijden we langs heel veel gebouwen waarvan je je af kan vragen van wat daar binnen nu gebeurt. Dit is die route langs de onbekende kant van de luchthaven. Filmpjes van de virtuele gids vertellen onderweg allerlei weetjes. Dit is een van de drukste luchthavens van Europa. Op drukke momenten starten en landen hier meer dan 100 vliegtuigen per uur. Zo dichtbij komt de tour. Op een gewone dag komen op Schiphol 140.000 passagiers, plus de bezoekers die ze halen en brengen. Daarnaast werken er 60.000 mensen. Om de starts en landingen mogelijk te maken zijn er talloze diensten, zoals de vogelwacht, het motoronderhoud en de brandweer die hier alle scenario's oefent. En dat daar belangstelling voor is, weten ze zeker bij de luchthaven. Er is veel vraag naar. Dagelijks krijgen we wel telefoontjes met vragen van mensen die graag een kijkje willen nemen bij ons in de keuken. En dat zijn vragen van mensen van jong tot oud. We krijgen schoolklassen, verenigingen. En aan die vragen willen we graag tegemoetkomen. En met achter de schermen bedoelt Schiphol terrein dat beperkt toegankelijk is, zoals dat heet. We komen aan bij security. En dat betekent paspoort mee en de deur blijft dicht. Dat is een gebied waar je normaal niet kan komen, maar waar je wel kunt komen met de Schiphol Behind the Scenes Tour. De bus blijft dan gesloten en voor het gebied heb je een legitimatiebewijs nodig. De nieuwe Schiphol-attractie duurt een uur en rijdt 4 keer per dag.